Iets die we niet hebben, ja. Dus, ja. Eens even kijken, bellen. He was on filming. But it's a memory card version, not a film. It's a memory card version. Yeah. Some guests I would like to mention in particular. Zijn er
president van de 45th Bond Group Association en haar zus Marlene Sofie. De heer Koert Koendersen, board member of de 45th Bond Group Association. En de heer Tim Newell en mevrouw Angela Newell, English historians of the 45th Bond Group Association. Ik wil u mee terugnemen in de tijd naar september 1944. Frankrijk en België waren al bevrijd en de geallieerden slaagden erin de grens over te steken. De stemming in Nederland was euforisch. Veel mensen staken de vlag al uit. Maar de bezetters lieten zich niet gemakkelijk overmeesteren. Een herfst vol zware strijd volgde. Geallieerde vliegtuigen vlogen door de luchtruim. Weg naar de Duitse steden om te bombarderen. Op 26 september was er een bomwerper met 9 bemanningsleden op de terugreis van de missie in Oostenrijk toen het geraakt werd door een Duits luchtafweergeschut. Inwoners van de Oostenrijk zagen het vliegtuig overvliegen met brandende motor terwijl het snel hoogte vloog. Ze waren er getuige van de parachutisten uit het brandende vliegtuig sprongen. Landen in de omgeving en snelden toe om de mannen in veiligheid te brengen. Ze hielpen 4 mannen om onder te duiken. 3 anderen werden gevangen genomen. 2 inzittenden overleefden de crash helaas niet. Today, almost 75 years old, our thoughts go back to that aircraft and its crew. It represents something far greater. It stands as a symbol for all those young men who flew across the ocean to fight for freedom, who put their lives, at risk, and far too often lost them. It is precisely because. Thank you. Thank you for coming out today. I can't tell you how appreciative America is. For the consistent and constant expression of appreciation for the sacrifices that our young men and women made 75 years ago to liberate Europe and to free it from the horror of Nazism. It is an awesome experience. Diane and I had the opportunity in 2005 to be at Margaret, and our former president visited Margaret and gave a speech. For the last 2 years on our Memorial Day weekend, Diane and I have been at Margaret on Saturday morning. And we greet the hundreds, if not thousands, of Dutch people who have adopted the graves and the recognition of the missing in action, roughly 10,000 Americans. And they come on Saturday, and they bring flowers, and they lay them on the graves of the Americans that they've adopted. And they come sometimes with 4 generations. They say to the youngest, someday this will be your responsibility to pay the respects and the remembrance to the Americans. And then you come back. Thank you.
Zoals in de uitnodiging vermeld, zou Schiep niet verder de dochter van een van de belangrijkste dingen aanwezig zijn. Swankford, Bray, Dillon's Hall. For the bomb
crack so thick you could almost walk on it. Planes going down around you. Screams on the internet, on the intercom. German fighter planes coming from all directions. 17 medals of honor went to gave their first personal to the war. By war's end, they had been awarded a number of other medals to include 220 distinguished service crosses and 442,000 air medals. Many more were awarded to Air Force veterans after the war, and they remain unaccounted for. There were 261 fight races in the Air Force during World War II. 31 of these aces had 15 or more aircraft kills apiece. Another 305 enlisted gunners were also recognized as aces. The 457 bombing was one of the bombings belonging to the Air Force. Thank you.
Tijdens de kransenlegging kunnen we stoppen vanwege de flyby van tijdens mijn speech. Dus we doen eerst 2 minuten stilte, dan spelen van de volksliederen en dan gaan we de kransen leggen en dan kan ik jullie nog eventjes wat vertellen. Dus ik denk dat we dat gaan doen. Ja?
I think it's working. Hij doet het. Ja. Dames en heren, ik hoop dat iedereen het hoort hier. Iedereen hier ook? Ja? Kijk, dat is mooi. Wil ik eerst jullie verzoeken om een krans te halen. Want we gaan nu de kransen leggen. Sorry? Twee kransen, ja. Dan gaan we beginnen met het leggen van de kransen. De scouting komt eraan, de kransen. En de volgende krans wordt gelegd door Kurt Kundersen. Ja. Hoi. Come on. Together with Kurt. You get in here. Er ook een bij. Ja, en jij ook erbij? Ja, inderdaad. Hij er wel bij. Hey, Sander. Zo, Sander. Ook erbij. Ook bij erbij, al, bij die jongens. Kom wel, ga erbij. Jongens. Ja. Oh, nice. Wait a second, yeah. Oh.